Het is voor veel mensen een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. De politionele acties van het Nederlandse leger in voormalig Nederlands-Indië vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een periode die niet heel veel aandacht krijgt. Maar daar komt verandering in. De 75-jarige oud-militair James Revius heeft een boek geschreven met verhalen van veteranen uit de Achterhoek die in Indië hebben gediend. En vandaag presenteerde hij het eerste exemplaar in Eibergen. Goed, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben James Revius. Ik ben in 1939 in Malam op Oost-Java door mijn ouders in roulatie gebracht. Ik ben tot 1951 in daar gebleven en met mijn ouders toen teruggekomen naar Hal. Ik ben geen veteraan, ik ben een Koude Oorlog veteraan, of een Koude veteraan, hoe je zelf wel weet, of een Eskimo veteraan, hoe je het noemen wilt. Ik heb alleen maar anderhalf jaar, ben ik wel uitgezonden, maar naar Suriname, met de troepenmacht. In eerste instantie zijn Jan Hulshoff en ik met dit boek begonnen en later voegde George Piet Wijman zich bij ons. Het idee om een boek te beginnen is ontstaan in gesprekken met een aantal veteranen. De bedoeling was om een boek te schrijven over veteranen van Eibergen, Belfrum en Rekken, de voormalige gemeente Eibergen, over de periode Nederlands-Indië tot recentelijk. Maar wij moesten van het laatste afzien, omdat slechts 4 à 5 veteranen zich daarvoor hebben opgegeven. En daarom besloten we alleen maar over Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea te schrijven. De twee acties die onder Nederlandse vlag zijn geschied. Het is natuurlijk ook hard nodig, want deze veteranen begonnen zich knap oud te voelen. En op leeftijd te komen. En menigeen heeft zich in die 2 jaar dat men bezig is met het boek al moeten melden bij hun hoogste legercommandant. We hebben dus in het boek geprobeerd om te verhoren wat de veteranen aan ons hebben doorgegeven. Middels een dagboek, middels gesprekken. En we hebben de bloedstollende veteranen over moordpartijen en dergelijke achterwege gelaten. Maar als ik dat had moeten beschrijven en wat ik meegemaakt heb, dan is dat niet jovel. En de bedoeling van die veteranen is dat het in dat boek komt te staan. Wat hebben mijn ouders en mijn grootouders uitgevreten daar? Dat heeft de veteranen in die jaren bloed, zweet en tranen gekost. Velen zijn uitgezonden. En een groot aantal is daar gebleven op verschillende erevelden. Wij ondervonden tijdens het schrijven dat deze veteranen vooral problemen hadden bij terugkomst. Een sinaasappel of een appel en wegwezen. Zich niet begrepen voelen. Gelukkig dat er nu heel veel aandacht aan hen besteed wordt. En zo hoort het ook. Ze verdienen het. Ik hoop dat dit boek met veel plezier zult lezen. En we willen Gerrit Doornik bedanken voor de prachtige uitgave. Mag ik dan mevrouw Goiting uitnodigen om het eerste exemplaar van ontvangst te nemen. Realiseer ik mij
dat mijn ervaringen verbleken bij datgene wat u voor uw land heeft gedaan. Wat u heeft meegemaakt. En daardoor is het met een enorme trots en gevoel van eer dat ik u vandaag iets mag overhandigen wat u al lang geleden had moeten krijgen. U werd in juni 1958, nu ruim 57 jaar geleden, uitgezonden naar Nieuw-Guinea, waar u diende als mitrailleurschutter. U maakte daarmee de lijfspreuk van het korps meer dan waar. Quod pater orbis, zo wijd de wereld strekt. U kreeg een opleiding in Sorong en werd geplaatst in Biak. En vanaf die locatie ging u mee om de diverse eilanden te helpen bevoorraden. U nam onder primitieve omstandigheden deel aan patrouilles in de jungle, zoals bijvoorbeeld in Japan. Met name de kruipende inwoners van de jungle bezorgden u veel overlast. Het is dan wel grappig om te vernemen dat het beter was om je niet te wassen, zodat het ongedierte minder snel naar je toe kwam. Tegenwoordig krijgen wij lessen. Brengt. Goed. In de houding. Staat. Op plaats. Rust. Bovendien voelen de Indiëgangers zich anders. Want ze waren veel langer weg van huis en de meesten zaten er niet vrijwillig. Nee, je werd niet gevraagd. Nee, het was verplicht. Ja, die weigerde, die ging de cel in. Ja, ja. Vandaar dat ze anders zijn, ja.